Leuk dat u heeft gekozen voor het Wentink thuismenu. Dit zijn de instructiefilmpjes voor 19 en 20 maart. Met deze instructiefilmpjes laat ik u zien hoe u de gerechten moet opmaken of eventueel moet opwarmen. Om te beginnen zetten we een pan water op met 2 tot 3 liter. Deze brengen we aan de kook. Doen we de oven aan op 180 graden hete lucht. Gaan we onze handen wassen en aan de slag. Nou, het broodje. Het broodje doen we even 6 minuten in de oven op 180 graden. Nou, dan de boter kunnen we op een leuk klein bordje leggen. Mesje erbij. Die kan eventueel ietsjes eerder uit de koeling. Dan wordt die kan die vast lekker op temperatuur komen. Smeert het makkelijker. Nou ja, als dan het broodje klaar is, kunnen we de muus gaan afmaken. En dat ga ik u nu even laten zien. Nou, muzen voor deze week is een mousse van beurre azet met erop gebakken paddenstoelen. En we nog wat crèche bij gedaan van mosterd. En een krokantje van kippenhuid. Die steken we erbij. En dan is dat muziek ook weer klaar. Alsjeblieft.